We hebben onze eigen vakjury vanavond bestaan uit Gerard Joling en Stefania Liva-Kakis. Waarom vind je dat zo leuk, Harm? Ja, geweldig hoe dat zit daar zo. Ja, dat zit, die zitten alles zeer met veel expertise te bestuderen. En die geven straks een ongezouten oordeel. Is de eerste halve finale aan de gang? Nou, hoef je helemaal niet naar te kijken, want wij hebben hier gewoon onze eigen vakjury bestaande uit Gerard Joling en Stefania Liva-Kakis. Die kijken vanuit onze eigen greenroom. Je ziet het live naar de ex en geven zometeen hier hun ongezouten mening. Verslaggevers Rauna Kadari en Pim CD die waren daarbij. En iets heel anders, want dat gebeurt ook vanavond. Het Songfestival Gerard Joling en Stefania Liva-Kakis. Dit is zo leuk. Vind je dat echt leuk? Ik vind het echt heel leuk. Dan word ik toch echt oud nu, denk ik. Het is echt, ja, het is echt de tijd van nu, zeg maar. Ja, maar er zit geen lekkere vrijheid in. Ja, dit is hier vlak boven deze studio. Ze zijn niet te houden. Ja, welkom terug. Zometeen alles over de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival met onze eigen vakjury Gerard Joling en Stefania Liva-Kakis. Fijn dat jullie zijn. Maar eerst even wat ander nieuws van vandaag. Hey. Ah, wat leuk dit. Dit is nou echt leuk. Ja, mooi hè? Ja. Ja, Stefania denkt, in welk songfestival ben ik nu beland? Maar dit was Ter Land en Zee in de Lucht 1989. Oh, ja. Nee, toen was en die, die optredens waren daar echt bewust, hè? Want achter de schermen, die karretjes die knallen keihard tegen die muur aan. Ja. Neuzen knappen eraf, chirurgenteams staan de boel. Is wat dat jij zegt? Dat oh, Gerard, dat wordt pittig, hoor. Ik deed het ook vaak, want ik weet dat ik had ooit met een groepje, dat heette Summer. Windsurfers Doet Standing Up, was 82 of zo, zo'n glamour groepje, weet je wel. En dat was toen presenteerde Ron Brandstede, daar praat ik over 1982... En dan denk ik, mijn god, weet je wel. Dus ik vind het ontzettend leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, het is een trip down memory lane. Maar ik denk dat dit een groot succes wordt. Ik hoop het. Ik gooi alles in de strijd. Toppen dansen, glij maar in, knippen maar uit. Ik doe alles. Okay. Heerlijk, ik heb er nu al zin in. Als er een drag-versie komt, ga ik meedoen. Ja. Maar wat is het, want Ruben Nicolai die presenteert het dan. En jij ook. Wat is ja, nou, ja, je doet natuurlijk 's morgens de interviews. Dat doen we allebei, hè. Met degene die meegaat. Want er is best veel werk aan. Het ligt er ook net aan ja, welk spel je op dat moment gewoon gaat doen. Dus dat doen we in principe allebei. Maar ik heb wel gezegd dat ik het ook ontzettend leuk vind om de boel af te schieten. Okay. Dat is lekker, hè? Beetje ja, maar je weet de Jan Flemings... Ja, daar wil ik niet mee vergeleken worden, maar dat een beetje op misschien ook. Ja, we zullen het zien. Dat dit nog even. In de Britse variant van Dit Was Het Nieuws, hè, waar ik had nieuws voor jou, wordt de strafzaak tegen Donald Trump besproken. Volgens verschillende verslaggevers die de zaak volgen, zou de oud-president tijdens het proces al meerdere keren in slaap zijn gevallen. Speaking of Donald Trump, what might happen to Donald Trump this week? Well, he's on trial at the moment, isn't he? Oh. He keeps falling asleep during the trial. But that's because he's anti-walk. Vind ik mooi, ze kijkt zo heel trots op haar eigen grapje. Slecht vertaalbaar grapje. Ja, ja, dat werkt niet hier. Misschien hier wel leuker ook. Ik heb wel eens vaak fragmenten daarvan gezien, maar... Ja, maar misschien... zij zijn meer grapgedreven. Wij hebben wat meer inhoud soms. Oké, okay, soms. Hoop ik. Soms. Ja. In ons land zwerven naar schatting 500.000 katten rond zonder baasje. Die beestjes die vormen een bedreiging voor de weidevogels, zoals de kievit en de grutto. Dat gaat Harm aan het hart. In Wiegen bij Nijmegen gingen ze de markt op met de vraag wat te doen met al die zwerfkatten. Wat moeten we met al die katten in de natuur, maar ook met gewoon de huiskat, die zoveel slachtoffers maken? Nou, de wilde kat, misschien moet er iets aan gedaan worden om ze te vangen en te steriliseren. Het is natuurlijk wel moeilijk om een kat binnen te houden, hè? Want het zijn natuurlijk wel een beetje van die roofdieren. Die bijna 1,5 miljoen verwilderde katten, die dus geen baasje hebben en overleven in de natuur. Wat moeten we daar dan mee? Opruimen. 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 Dat is niet voor de poes, hè, dit. Godzijdikkie. Zo hard. Ja. Je heeft een trauma, denk ik, aan katten. Toch? Ik heb inderdaad een trauma met katten. Heb jij een trauma? Ja, ik ben een paar keer aangevallen door een kat. Oh ja? Zowel op mijn bovenbenen als op mijn kuit. Toen ben ik zo geschrokken. Het beest blijft maar bijten en krabben ook. En het zat er echt om... Ik denk, ja, dus ik vind het... Ja, ik ben geen poezemens. Maar... Heb je je repertoire veranderd daarna? Ja, ja zeker. Dat moest wel. Hè. Ja. Maar het was niet per ongeluk op de staart gaan staan of zo. Het was gewoon vanuit het niks. Nee, gewoon puur de aanval zat er gewoon in. Ja, ja. En waarschijnlijk vond hij mijn stem vervelend of me heel erg lelijk. Ik weet het niet. Misschien was dat wel een kater, dat weet ik niet. Nee. Maar ik vond dat niet fijn. Ik vond het echt eng. Kijk, dit zijn nou wel dingen, denk, want we hebben natuurlijk Gordon, krijgt zijn eigen real life zo. Dat zou jij toch ook weer moeten krijgen, vind je niet? Er wordt over gesproken, dus laten we het afwachten of het doorgaat. Ja. Maar hoe concreet? Concreet nog helemaal niet. Ik wacht het af bij RTL. Er zijn nu worden beelden gemaakt. Ik ga gewoon elke week met jou langskomen. Dan gaan we naar een asiel.
gaan we een geschikt huis nemen. En dat ik dan aangevallen word door een kat. Ja, bijvoorbeeld. Nou, laten we er gelijk naar. Dus gaan naar de leeuw, hoor. Maar, we hebben allemaal een lolletje, toch? Maar wat jou betreft, wanneer gaat dat gebeuren? Ik heb geen idee. Dus ze zijn nu aan het monteren wat dingen. En dat wacht ik gewoon af. Ja, oké. Okay, maar je weet niet wanneer het... Er is nog geen datum bekend waarop het wordt uitgezonden. Nee. Okay. Maar komt nog, we hebben net natuurlijk een hele serie opgenomen. Nee, zeker. Ja. En het is nu straks ook nog... we krijgen eerst de toppers over een paar weken. Daar ben ik nu druk mee aan het repeteren. En dan wordt het nog te landen zijn in de lucht. En dan krijgen we de Marsinger. Dus ik hoop dat het er ook kan. Het is wel genoeg. Dus het is wel een beetje genoeg. Je wilt de mensen ook niet overvoeren. Nee. Je weet er alles van. Ja, dat is toch, het kartje is toch aangeslagen. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Je hebt toch humor ook zien? Je moet meer lachen. Je bent zo knap. Lach meer. Hou zo, man. Ik ga snel door meteen. We weten bijna welke landen er allemaal door zijn naar de finale. Dat is natuurlijk de vraag voor vanavond. Wie wordt de competitie voor onze Joost Klein? Nou, het zal niet het doodenge nummer van Ierland zijn. Ja, ofwel, ik weet het niet. Misschien de beladen act van Oekraïne. Een man uit een ei, die hadden we ook nog, in zijn onderbroek voor Finland. Reis. En de topfavoriet, dat is toch wel Kroatië. Nou, het zat er allemaal in. We hebben natuurlijk hier onze eigen vakjury Gerard Joling al veelvuldig aan het woord geweest. En ook Stefania Librakakis. Misschien moet ik even bij jou beginnen. Waar hebben we naar zitten kijken? Gerard vond het vreselijk, zei hij net. Er waren een paar liedjes waar we het echt met elkaar eens. Dat vonden we echt leuk. En voor de rest was het bagger. Ja, nou, ik durf dat zo niet te zeggen. Nou, zeg maar wel. Was het echt bagger? Ik vond het apart. Apart? Oh, ja. Ja, dus altijd als je een kind krijgt en iemand zegt dat over je kind, dan weet je, dan is het echt mis. Ja. Of heb je een nieuwe jurk aan? Apart. Gewoon niet lelijk in weggooien. Er waren echt wel drie waarvan we dachten van, ja, dit is wel echt heel vet. Ja. Maar misschien even... kijk, jij hebt natuurlijk voor jou sowieso anders... Last Dance was het toch in 2021, namens Griekenland. Dat stond als een huis, was echt fantastisch. Ja. Misschien moet dat nog even in herinnering brengen. Ja, daar volgens mij ook een fragment van. Ja. Dat is met het groene scherm ook, toch? Ja, waar je dan live voor moest... Ja. Kijk nou. Leuk, hoor. Is toch leuk? Ja. Maar ik vind het goede aan dit is live. Want bij de meeste mensen hoor je goed dat luisteren. Maar dit was zo spatzuiver. Dankjewel. Nou, mag ik echt wat zeggen? Ik was echt mijn stem gewoon kwijt. Nee, dat mag je niet zeggen. Maar het was echt door adrenaline dat het gewoon in één keer weer terugkwam. Het was zo apart. Het was echt, in één keer was het weer terug. En toen ik het podium afliep, toen was hij weer weg. Oh, dat je het heel goed deed toen, echt. Perfecte timing. Misschien moeten we even dat... We gaan zo ook een vriendin van jou hebben, die doet mee namens Cyprus. Maar ik wil eerst dat we even dat Ierland... dat we die inzending even behandeld hebben. Want dat vind jij niet leuk. Nou, ik denk dat als ik het twee keer kijk, krijg ik nachtmerries van. Ja, ik weet er ook niet... Ik weet er niet bij. Het was net of ik naar een soort van levend begrafenis keek... met hele enge mensen. Het was een soort van Walking Dead. Maar het is, en dit bedoel ik niet vervelend... maar dat is echt wel, het is een non-binaire heks... maar zeg maar in de letterlijke zin van het woord. Dus is iemand die non-binair is en een heks uitbeeld. In zo'n nee, dan is het wel leuk. Ja. Nee, maar dat is wel zo bewust. Misschien moeten we even... Ja. We kunnen denk ik een stukje ervan zien. Wat heftig, ja. Ja, het is wel heftig. Ja, dit is toch... Ja, je tanden hoeven niet heel dik te zijn, maar dit kan echt niet. Kijk, Ruim, ook die demonstratie was heftig, maar dit is ook niet... Het is gewoon een Ierse psychose, hè? Het is gewoon echt heel veel verschil. Maar ik vraag me vooral, het is elk jaar gezeik over het Songfestival. Wat maakt nou een goed Songfestivalnummer? Nou, dit of echt? Dit niet. Maar we hebben toch ook een keer die monsters gehad die hebben gewonnen? Ja, dat is waar, ja. Ja, maar wel minder erg dan dit. Ja, maar het wordt hardrockachtig. Toch, maar jullie als expert, wat vinden jullie van zo'n inzending? Wat moeten we daarmee? Ja, dit is niet mijn persoonlijke stijl. Denk je zelf nooit... Nee. Ik doe mezelf... Ik vind me meer een beetje een bemoeial gewoon. Ja, ik vind het een beetje eng ook. Ik vind het verschrikkelijk. Zo. Ik vind het voor kinderen ook niet leuk. Dit. Maar wat is wel goed dan? Wat wel goed is als je daar een orkest neerzet met 80 man... met echte strijkers en blazers... en dat je iedereen gewoon weer laat zingen. Ja, als een songfestival. Dat is toch echt niet meer. Harry van Hoofd, wat een leuk idee. Nee, dat hoeft ook niet meer. Je kan ook gewoon een groot orkest hebben... en dat laat je gewoon... musiceren met een band, gewoon die tempo neemt en een lekkere band neerzet met strijkers erachter. Maar dat je live zingt, het is natuurlijk allemaal, alles is gedubbeld. Het is echt, iedereen heeft een piercing door zijn neus, door zijn oor, plastic papiertjes en allemaal lange nagels. Hoeveel meiden er niet hebben gezeten met blote poten vandaag weer. Denk ik, ga eens staan, ga eens gewoon staan en zingen. En ze doen allemaal onze Loreen uit Zweden. Nou ja, ik word er helemaal niet goed van. Echt maar, geldt ook voor die vriendin van haar. Ik wil wel nog even zeggen, als dat mag.
dat hoe heet ze ook weer, Jacqueline van Cressep, die doet de eerste presentatie. Ja, we hebben de commentator de buurt. Ja, doet ze heel goed. In plaats van Jan Smit, hè? Zit zij naar Jan Maas? Ja, Jan ook heel goed, maar zij doet ook een fijne stem. Zij doet even meer te zeggen. Wat dan, noemen ze een voorbeeld? Nou ja, dat ze gewoon af en toe zegt, nou, die kan wel lekker naar huis, want dat is het echt niet. En te veel van het goede. En in één keer kwam er nog een paar opmerkingen. Dacht, leuk, dat willen we horen. Oké, een beetje en kijk, naast Conrad Maas is dan gauw, al gauw natuurlijk leuk, maar zij is echt leuk. Ja, gelukkig. Had wel even een duwtje nodig, toch? We hebben allemaal dat kattenverhaal verklaart zoveel in één keer. Het is heel duidelijk. Waarschijnlijk dat hij zichzelf in de spiegel aanviel met die kat, hoor. Dat is het ding, ja. Cilia Kapsis, zo heet een hele goede vriendin van jou. En dat is toevallig ook de instelling van Cyprus dit jaar. Ja. Ik weet niet of Gerard daarop doelde net met al die meiden op die blote... Nou, ik denk als het gewoon de heteroman kijkt, dat ze ontzettend blij worden van al die enorm geile dames. Dit was een prachtige vrouw die goed zong. Maar ja, te veel dans. En ik moet zeggen, een prachtige meid. Maar er gaat er 10 van in een dozijn. Allemaal hetzelfde. Was je met me eens? Ja, ik vind haar wel echt geweldig. Ik vind het ook leuk omdat zij heel jong is. En omdat ik stond er zelf natuurlijk ook toen ik 17 was. En zij is nu ook 17. En ik vind dat zij zo'n goede moves heeft. Okay, laten we even, want niemand weet denk ik wat het nummer is. Laten we even kijken hoe ze het vanavond deed. Hallo? Echt zo'n verzoek. Ook al redt op mijn hoortje door dat ik... Ben ik te negatief of niet? Nee. Ik ben gewoon lekker eerlijk. Een beetje onzeker over je bijdrage. Ik ben zo onzeker. Ja? Nee, maar dit is heel knap. Dat is ook dezelfde producer, toch? Als die jij had voor Als Les Dance en Supergirl. Ja, dezelfde producer. Dus ik vind het ook heel grappig, want ik zag haar net in de green room zitten. Dan kreeg ik een video door van iemand die daar dan zit. En dan zie ik echt, oh, die ken ik. Ze heeft een soort van hetzelfde team als wat ik heb gehad. Ah, oké. Okay. Dat nou, is heel leuk. Maar weet dan niet, er is nog geen uitslag, toch? Nee, er is nog geen uitslag. Oké, dus we weten niet of ze het gehaald heeft. Zit er wel bij, denk ik. Ik hoop het wel. Gemiddeld songfestivalen, erg leuk. We hebben dit gehad. Laten we even naar Finland gaan. Die staan ook bekend om rare inzendingen af en toe. Die hebben dit jaar wel een hele goede naam, vind ik. Windows 95, man. Wat wel in het kader van nostalgie fantastisch is. Dat vind Gerard leuk, lekker van vroeger. Nee, dat is echt heel leuk. Finland is verschrikkelijk. We hebben erbij gezet -10 en -8. Ja, nee, het is heel veel. Zelfs jij -8 geeft. Blote reet, lelijke reet. Oh, dat klinkt toch hoopvol. Ik ben er echt niet van. Dus... Hebben we de fragmenten? Je vindt gewoon, het moet allemaal netjes tot een nokje. Ja. Oké, we gaan even kijken. Het was wel heftig, hoor. Windows 95, man. Ja, wow. Ik vind het ik vind het wel. Het is wel een echte Windows 95, man. Oh, wat erg. Vind je niet? Ja, ik vind het echt best wel... Haaskantje. Het is echt... Ja, maar dan nog erger. Ik vraag me altijd dit soort dingen af. Als er gewoon een beetje mensen... er gaat vanavond een grote bom of ergens op de wereld... en over 200 jaar vinden mensen resten van de beschaving... en dan is Windows 95, man, wat ze tegenkomen... om iets te zeggen over deze tijd. Het enige leuke is dat er nog een Nederlandse danser bij is. Die jongen die werkt voor Natasja Lammert, doet het fantastisch. Ja, klopt. Maar daar hebben we geen reet aan. Maar misschien moeten we dan iets meer classy inzending. Oekraïne, toch? Die hadden een mooie... Ja, loodzwaar duet, mooi. Geloof ik, ja. Loodzwaar duet. Ja, het is echt wel bijzonder. Ja, een beetje filmisch vond ik het. Moet je nou even, voordat we het gaan zien, wat moet je als Oekraïne nou insturen? Lekker lali, lali, lali. Dat kan niet. Dat is het ook niet. Een soort rap zit erbij. Nee, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat Oekraïne wel altijd bekend heeft gestaan om goede nummers. Mm-hmm. Dus ze zijn wel echt altijd heel goed. En ja, dit jaar... dapper dat je meedoet. Zeker, heel maar creatief. Het is een beetje operatesk, toch, wat ze doet. Dus het begint met... Omdat mensen denken, er wordt misschien alleen op gestemd vanwege de oorlog. Maar je zegt, zij doen ook voor de oorlog hadden zij hele goede inzendingen. Echt voor de oorlog al superveel fans gehad over gewoon... Oekraïne staat gewoon bekend als een land met goede nummers. Oké, en vind je dat dit daarbij aansluit? Of is... Ik vind dit een heel goed nummer, ja. Ja, ik versta niet echt wat ze zeggen. Maar ik vind qua staging vind ik het mooi. Maar ik heb er een sterretje bij. En als ik er een sterretje bij heb, dan zit je goed, hoor. Nou, laat maar zien. Ja, echt. Ja, dat bedoel je nu. Beetje goed.
Maar misschien vonden wij het ook wel zo goed, omdat de rest zo slecht was. Ik denk dat wel. Dit is voor mij de categorie krijzende wijven, hoor. Nee, dit is wel beter. Op een gegeven moment gaat er ook iemand rappen. En dan wordt het toch een beetje weer 2024, zeg maar. Ja. Dus vonden jullie het leuk om naar te kijken? Want zo klinkt het niet. Nou, leuk, of het is altijd leuk om naar te kijken, omdat je de boel een beetje af kan zeiken. Vind ik het, weet je wel. En als het echt goed is, dan zeg ik ook fantastisch genoten. Wat zong hij of zij zuiver. Want een prachtig liedje. Zit geen liedje meer tussen. Het is één groot. Dat je denkt, ze zitten allemaal aan de snuiven van de pillen. Wat een ellende er gebeurt. En allemaal ringen, kettingen, kunstnavels zitten. Oh, iedere keer zitten ze. Het is altijd weer een verrassing. Sommige jaren zijn echt goed. En dan heb je weer allemaal een aantal jaren. Het is ook een beetje een raar, ja, hoe moet ik het dan zeggen? Rariteitskabinet. Ja, tuurlijk en, is dat. Het is van deze tijd. En, maar juist, want jij zit normaal aan toch al de hele avond te tweeten dan over het... Ja, dat is mijn guilty pleasure. Ja. Ik heb mijn record is 105 tweets in één voorronde. Oh ja? Dus het moet iedereen opdonderen thuis. Ook ik alleen maar lekker zo... Ja, en ook liefst lekker lelijk. Dus dat is gewoon ja, maar een beetje... ook hele diepe dingen uit het hart. Maar die zijn wel in de minderheid. Maar dat is, kijk jij het nooit? Nee. Nee, maar hierom. Ja, nee. Ja, maar je kan ook heel Nederland krijgen. Het is ook leuk om iets niet leuk te vinden soms. Ja maar ik ben niet pro-afkraken zoals meneer Joling. Dus ik Sorry. Je wordt nu wel heel bejaard, meneer. Nee, maar ik word gevraagd of ik gewoon mijn mening wil geven. En ik ben gewoon hartstikke eerlijk. Als het goed is, en ik geniet ervan. Er zitten toch een paar liedjes bij die echt fantastisch zijn. Ja, dat komt ook omdat er is zo slecht. Dat is waar. Nou, ik vind wel, het wordt wel altijd van elke mug wordt er olie van. Die Oekraïne zagen we net, die was gisteren al gevallen. Dan dacht ik, oh nou, dat zou iets heftig zijn, maar dat was dit. Nou, dat is toch enig, dit? Ja. Dit is leuker, dan moeten ze erin houden. Ja. Is het ook helemaal viral gegaan ook, deze keer. Ja, daar heb je wat aan. Ik krijg zojuist, ik weet niet hoe jouw woordje werkt, maar ik krijg zojuist iets door. Servië is door naar de finale. Nou, dan zak ik mijn broek af. Oh, echt? Nee, dat is niet waar, toch? Ja, ik vraag het nog één keer aan de regiekamer. Servië door naar de finale? Wie is dat? En Portugal. Maar wacht, deze hebben we niet, daar kunnen we niks van laten zien, hè? Servië? Wat was Servië? Vertel het ons. Grafnummer, die vrouw in het zwart die ze... Oh ja, dat was die ballet. Nee, dat was niet onze favoriete. Nee. Grafnummer. Laat de kist maar zakken, zei je. Laat de kist maar zakken. Was dit het? Maar er zit ook niet een refreintje in. Nee, dit was niet onze favoriet, nee. Oké, Slovenië, kun je daar wat... Die zijn ook door, hoor ik net. Slovenië. Dat is deze, of niet? Ja. Oh ja, maar dat snap ik wel. Dat lijkt gewoon op de winnaar van vorig jaar, toch? Dat snap ik wel. Maar ook weer liggen, net zoals die Lorraine en... Die en ik, meid, wat maak je allemaal druk met alles eromheen? Ga gewoon staan en zing. Er zat wel een stem, op een gegeven moment haalt ze uit op het einde. Ik denk, als je nou zo kunt zingen, waarom ga je dan... En ze gaat in rook op, zoals je ziet. Maar misschien moeten we even kijken naar Kroatië, want dat is bij de boekmakers ook... De baby lasagne. Die was ook vanavond aan de beurt. Eerst even zien. Helemaal gek, hè? Ik vind dit geweldig. Ja? Ik vind dit... Dit is Eurovisie. Gewoon rock, gek. Wel echt goed wel, want hij zingt ook gewoon heel goed. En het is gewoon leuk om te zien. Op een gegeven moment heeft hij een stukje waarbij hij zijn arm zo doet. Dus iedereen doet mee. Ik vind dit echt... Het heet Rina. En ik heb dit live gezien. Ik heb het live gezien bij Eurovision in concert. En dat was heel leuk. Ja? Dus dit is echt heel leuk. Oké, maar dit vind je dus meer Eurovision dan bijvoorbeeld Duncan Lawrence toen hij... Nee, want Duncan Lawrence is ook Eurovision. Maar dat was weer een ballad. Dat is weer iets anders. Dat is heel breed. Maar als je bijvoorbeeld echt zoekt naar een leuke rocknummer voor Eurovision... Ja? Zoals bijvoorbeeld Måneskin met de Cici Bonnie... Ja, dan is dit... heel erg Måneskinderig, rock. En dit vindt iedereen heel leuk. Ik heb ook goed nieuws voor die vriendin van jou. Die is door. Oh, dat is hartstikke leuk. Dat is lekker in de verbinding, hè? Ja, maar ik krijg het al wel heel mooi. Ja, en Harm Edens kort houden ook de hele tijd. Oh ja. Windows 95, man, is ook door. Ja, maar dat hadden we wel verwacht. Dat zeiden we nog tegen elkaar. We zeiden wel van, maar die gaat wel door. Ja. In Oekraïne. Ja, nou, dat is maar even, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat krijgen we allemaal door. Maar het blijft natuurlijk wel krankzinnig dat als je gewoon betaalt... net zoals Zweden, Duitsland, Italië en Frankrijk en Engeland... dat je gewoon, dan ga je er gewoon staan. Of dat nou een goed of een slecht liedje is. Dan heb je niet de spanning van een wedstrijd en een finale. Dan zit je er gewoon al in. Dus dat blijft toch wel heel gek. Dat was toch vroeger nooit zo. Ja,
Ga misschien iets te veel terug naar vroeger. Ja, nee, dat geeft niks hoor. Nee, je bent niet kwalijk. Je bent ook geen 40 meer. Nee, we gaan weer naar de Grand Canyon. Het is wel leuk om wel een halve finale mee te maken. Daar heb je wel gelijk in. Toch? Ja, maar dat lijkt me ook spannender, toch? Dan heb je maar één optreden. That's it, dan letterlijk. En bij bijvoorbeeld wat wij hadden, je hebt dan een halve finale en dan een finale. Je maakt het echt mee. Ja. Dat is wel 10 keer leuker eigenlijk. Ja, dat snap ik wel, ja. Maar wat van deze acht jullie de grootste concurrent? Als we ook een beetje horen wie er al doorgaan voor Joost Klein. Nou, ik denk toch Zweden, als ik persoonlijk ben, ja. Die twee jongens. En niet omdat ze nou fantastisch zingen, maar het is een geweldige act van een één eigen tweeling. En het liedje is goed, het ritme is goed. Ik denk dat ze dezelfde producers hebben van Neil Lorraine. Het begint ook heel dreigend mooi, weet je wel. En dan in één keer, bam, en dan gaat het. Ja, dat vinden die jonge mensen fantastisch. Dus ik denk Zweden. Ja. Ik denk toch ook de Oekraïne. Ja. En Kroatië. Wat ik nu heb gehoord, voor de rest denk ik, maak je niet druk. Rizzo, dus Joost komt wel hoog. Ik hoor net een raar bericht dat ook onze heks... Met het nummer, wat was het ook alweer? Is ook door. Doomsday Blue is ook door. Nou, dan slik je echt mijn buik. Ik heb heel veel zin in zaterdag. Laten we nog één keer kijken en dan proberen om het ook goed te vinden. Iets positiefs. Ja, dat vind ik goed. Oké. Okay. Ja. Kijk, wat is hier goed aan? Kom maar. Dat kan jij. Waar is ze? Ja, dit begint al goed. Ja. Ja. Ja, je ziet toch een wanhopige... zoekende vrouw. Ja. Nee, maar ja... Het bent ook, hè? Het is wel een stuk leuker dan bij de eerste keer. Ja. Veel prettiger al, ja. Nou, ik zou die jongen wel een buks willen geven. Dan kan hij de wolf uit zijn tanden schieten. Want ik vind het echt zo mensonterend slecht. Ik vind het gewoon niet zo'n festival waardig. Maar dat is persoonlijk. Ja, ja. Dat geeft niks. Dat geeft niks. Nee. Ja. Kroatië is ook door, trouwens, voor de volledigheid. Dat hebben ze wel, toch? Ja. Dat zijn ze wel een beetje, ja. Denk ik. Ja. Ik denk Kroatië wel... In die clip met die melkmakerij op het platteland, dat was niks. Maar dit op het podium wel goed, hoor. Ja. Ja. En hij is in het echt van Kroatië is in het echt heel verlegen. Oh ja? Dus die durft geen hooi te zeggen. Mensen moeten echt naar hem toe komen. Want hij durft gewoon niet op mensen af te gaan. Dat heb ik gewoon gezien in het interview. Wij ook, hè? Wacht, moeten we nog even... Maar op het podium ziet hij er echt gewoon stoer uit. Ja, oh ja. Deze. Dit is een heel verlegen jongetje. Dit is een heel verlegen jongen, ja. En heel lief. Echt heel lief. Nou ja, goed. Dat is... Nee, goed dat je erbij zit. Maar dat weten mensen natuurlijk niet in heel Europa en omstreken. Nee, zeker niet. Ja, ze zien dit en ze denken... Ja, ik denk, wow. Misschien zingt hij dat wel. Baby lasagne, ik ben heel lief. Ik ben heel lief. Je weet het niet. Ja, maar ik vind toch die titel van zo'n groep toch ook weer apart. Riem, Tim, Taki Dim. Nee, dat is het naam van het liedje. Ja, dat bedoel ik, is ook toch verschrikkelijk. Dat je denkt van, waar lijkt het op? Laten we even afsluiten met jullie. Even, wat is jullie best guess? Hoe hoog eindigt Joost Klein? Dus hij gaat natuurlijk wel, ik denk wel dat hij het gewoon de finale gaat halen, maar hoe hoog kan die eindigen? Ik denk dat ik heb vanmiddag Jan Smit heb ik mee gerepeteerd voor de toppers. Ik zeg dat, die zegt op 5, ik ga met hem mee. Ik denk 5, ik gun hem de eerste plaats. Echt uit mijn hart vandaan, want ik gun het iedereen. Maar ik denk dat de concurrentie in dat genre is best groot. Wat denk jij? Ik heb geen idee om eerlijk te zijn. Het is echt... Je moet even gokken. Ja, ik denk niet dat hij gaat winnen. Ik denk dat Kroatië gaat winnen. Omdat Kroatië nu echt hoog in de pool staat. Met 35% winkans. Ja, dat is bijna niet meer in te halen. De slimmigheid. Maar ik denk wel top 5. Dat denk ik 100%. Ja, dat denk ik ook wel. De slimmigheid van Joost natuurlijk wel. Die enorm veel promotie heeft gedaan. Ja. In heel veel landen al. Plus dat hij natuurlijk alles in het... blauw-geel doet. Dus dat is en de vlag natuurlijk van Zweden met die kleuren. En de vlag van Oekraïne. Maar ook de vlag van... Ja. Europa. Hij dus hij is echt landen. Heel slim, hoor. Oké, jongens, we gaan... Zoals ik het. Ja. En ik ben natuurlijk ook, natuurlijk. En het blijft hangen, hè? Het blijft zeker hangen. Ja, het is top. Kijk, kijken, Raunak? Of denk je nog steeds, nou, voor mij niet? Nee. De tweede halve finale van het Songfestival begint donderdag om 9 uur. Ook daarna gaan we natuurlijk weer uitgebreid nabespreken. Dan is Stefanie er weer, Gerard dan niet. Dan is Angela de Jong hier. Dat is jammer, want dan had je dan een leuke uitzending gehad. Dank voor het kijken. Morgen ben ik weer hier. Zometeen het laatste nieuws met Antoine Peters. Graag tot morgen. Doei. Thank you.